Hallo kijkers, de reden dat ik vandaag te gast ben bij Fast & Furious in Alphen aan de Rijn is dat ik wat wil vertellen over de Doohan iTank. Een buitenbeentje in de elektrische scooterwereld. Dual Wheel Technology. Dat is het patent wat ze hebben op het veersysteem aan de voorkant, met de beide wielen. Dit is zo gemaakt dat beide wielen onder dezelfde hoek scharnieren met de scooter als dat zou gebeuren met één voorwiel. Daardoor heb je altijd een optimale grip van de band op het wegdek en heb je een heel fijn, stabiel en neutraal stuurgedrag. Je treft hier een hele mooie constructie aan met triangels, stuurkogels, net als bij een auto. En hierboven zit het veersysteem. En bij de laatste generatie van Doohan is met name het veersysteem extra onder handen genomen. Onder het zadel is deze knop. Als je die knop draait, kun je accuruimte 1 en accuruimte 2 ontgrendelen. Deze knop is speciaal hier ondergebracht, omdat die dan onder het slot van het zadel zit. En als u de scooter heeft afgesloten, het dus niet mogelijk is om de accu's te stelen. U kunt de iTank bestellen met 1 of met 2 accu's. Deze accu's zijn 26 ampère, 60 volt. Met één accu kunt u met een bromfietsuitvoering ongeveer een 45 kilometer halen, met twee dus 90. En in het geval u een snoruitvoering neemt, dan is dat 60, respectievelijk 120 kilometer. De accu's zijn uitneembaar. Er zit een Tsogori-plug op, zoals dat heet, die met één hand los te halen is. En de accu is makkelijk te verwijderen en kan dus ook extern geladen worden. Tevens is op de accu een indicator aanwezig, zodat u ook als u de accu thuis laat, kunt zien hoe vol de accu is. Onder de accu is een heel handig veersysteem aanwezig, dat de accu omhoog drukt, maar vooral ervoor zorgt dat de accu onder spanning onder de klep zit, waardoor je geen gerammel hebt tijdens het rijden. Een USB-aansluiting op een scooter is tegenwoordig al niks bijzonders meer. Maar als ik hier linksonder bij het stuur van de Doohan kijk, zie ik eerst de opslag niets, maar druk ik op deze knop, dan komt daar handig de USB-aansluiting naar voren. Het zijn dit soort kleine details waarmee Doohan zich weer weet te onderscheiden. We hebben deze iTank uitgerust met de originele driedelige kofferset van Doohan, die gemonteerd is op een aluminium draagframe. Deze koffers zijn afgewerkt met speciale extra vergrendelingen die voorkomen dat je rammelend geluid hoort. Bij een normale scooter zou je dat niet horen met een brandstofmotor, maar bij een elektrische scooter heb je natuurlijk geen achtergrondgeluid en hoor je elk rammeltje. De koffers zijn van binnen goed afgewerkt. Er zit een elastiek om een eventuele bagage nog vast te zetten. En als je kijkt naar de achtergrond, dan zie je dat die met 16 bouten verankerd is. Dit zijn koffers van een super degelijk ontwerp. En deze koffers bieden daardoor bescherming bij een eventuele valpartij. De iTank is voorzien van een alarm met afstandsbediening. Daarnaast vindt u hier het degelijke contactslot en stuurslot als u hem linksom draait. Rechtsom op contact en rijden maar. Rechts op het stuur vinden we een aantal bedieningselementen. Onder is de startknop. Als ik die ingedrukt hou en ik geef gas, gaat hij rijden. We hebben rijstand 1 voor lage snelheden tot 25 en rijstand 2 tot 45. Hierboven zit een knop die staat voor drive of reverse. Reverse wordt ondersteund door een heel vriendelijk toontje dat aangeeft dat je achteruit kan rijden. Verder vinden we hier, behalve dat dit gewoon de voorrem is, kun je hem ook als handrem gebruiken door hem op deze manier te vergrendelen. Nu staat de scooter vast. Op het overzichtelijke dashboard treffen we hier links het percentage van de accucapaciteit aan. Ook hier in dit balkje weergegeven. En hier rechts tref je de rijmode aan, stand 1 of stand 2. Hieronder zit een klok en zoals u kunt zien duurt deze opname al bijna 1 minuut. Hier links wordt de snelheid aangegeven en hieronder tref je als je aan het rijden bent het actuele verbruik van de motor. Ook op de motor is door Doohan niet bespaard, dus er moest een bosmotor in komen. Deze motor levert 1900 watt nominaal vermogen of 1500 watt continu.
In elk geval meer dan voldoende om ook de steilste helling met lading makkelijk te kunnen nemen. Zoals ik aan de voorkant ook al vertelde, is deze doelhand van een compleet nieuw veersysteem voorzien. En ook achter treffen we een grote monoschokbreker aan, die zijn werk zeer gedegen doet. Ik heb eerder ook al over zitruimte op scooters gesproken. Maar zoveel ruimte als op deze doelhand heb ik niet eerder aangetroffen. Beter dan dit wordt het niet. Als ik kijk naar de enorme afstand die er nog voor mijn knieën zit, achter mij, de enorme treeplanken waar ik mijn voeten op kwijt kan. Beter dan dit wordt het niet. Fijn dat je tot het einde hebt gekeken. Mis je nog een paar dingen? Vraag het hieronder, dan kom ik erop terug. Dit voertuig is er ook in andere kleuren, andere uitvoeringen, andere accumogelijkheden. Als je hieronder op de link klikt, kun je alle mogelijkheden zien en wat het kost. Graag liken en abonneren, dat weten wij te waarderen. Tot de volgende keer!